Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. En vandaag... vandaag zijn we hier met een video die belangrijk is. Nee, dat is niet waar. Dit is absoluut geen belangrijke video. Maar wel een leuke video. Mensen, vandaag gaan we reageren, of ga ik met name reageren op jullie roddels die jullie hebben. We hebben het ook met Bankzicht gedaan, dat vonden jullie erg leuk. Dus ik dacht, ik ga het nu zelf doen. Ik heb de roddels niet zelf bij elkaar gezocht. Dat heeft gedaan. Ik weet niet of die rol erin zit. Dus ik ga nog niet zeggen dat het heeft gedaan. Maar ik heb dus geen flauw idee wat de roddels zijn. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, mensen? Doe het nou! Ongelooflijk! Wat enorm veel abonnees bij door de gek op jouw video, de vorige video. Super bedankt daarvoor. Abonneer weer. 1000 abonnees bij zou super tof zijn. En liken! Dan gaan we het hebben over leuke roddels. Mensen, volg mij even op Instagram. Mijn Instagram is Koen. Dan kan je bij de volgende ook insturen. Laten we dan maar beginnen met de allereerste roddel. De eerste is, je vriendin valt alleen op je geld. Ja, natuurlijk is dat waar. Roddel nummer 2. Is dat oranje je natuurlijke haarkleur? Mensen... Kijk nou even goed. Kijk, je ziet dit hier. Je ziet dit. Dit is toch niet oranje? Even serieus. Dit is toch gewoon lekker blond? Ik ben niet oranje, mensen. Het is gewoon... Soms in het licht ben ik misschien een klein beetje rossig. Maar ik ben niet oranje. Echt niet. Ik ben niet oranje. Ja, misschien een klein beetje. Nee. Je vindt geld belangrijker dan je matties. Sorry, wat een moeilijke rol dit. Jongens, ik ga u even een levensles leren. Even een zielig muziekje. Mensen, geld is heel fijn. Ja, nou, dat was het. Door naar de volgende. Nee. Geld is hartstikke fijn en leuk. Maar uiteindelijk heb je helemaal geen reet aan geld. Als je geen vrienden en liefdevolle mensen om je heen hebt. Dus als je nou denkt van, ik wil veel geld verdienen. Ja, het helpt wel zeker mee. En het leuke is dat je dan met al je mensen die je leuk vindt, kan je ook allemaal leuke dingen doen. Maar vrienden zijn het belangrijkste. Het is allerbelangrijkste. Want stel je voor, je krijgt een miljoen en je hebt geen vrienden. Wat ga je met een miljoen doen dan? Ga je in je eentje op vakantie? Ga je eentje duur kleding kopen en dan aan niemand kunnen laten zien? Ga je eentje een auto kopen dat niemand dat kan zeggen, goed gedaan, goed voor gewerkt? Nee. Heb je geen reet aan? Nou, dus nee, dat vind ik niet. De volgende. Het gerucht gaat dat je meerdere ondervoede kinderen in je huis verstopt hebt. Nee, maar deze moet je er even uitknippen, want dit kunnen we niet in. Het gerucht gaat dat je lol groter is dan 20 centimeter. Mensen, we gaan het meten. A few moments later. Mensen, ik heb hier mijn meetlint, maar ik ga het natuurlijk niet hier. Ik loop even daarheen en dan kun je het zien. A few moments. Hij is in totaal iets meer dan 91 centimeter. Sommige mensen zijn er blij mee. Ik zelf heb er soms wat last van. Maar ach, hey, je kan niet alles hebben in het leven. Goed, de volgende. Ik heb het gevoel dat kaarsje dood aan het gaan is. Wat ga je daaraan doen? Nee, mensen, zoals jullie weten. Tuurlijk, spelen minder mensen kaarsje nu dan 2 maanden geleden, denk ik. Maar steeds spelen dan te veel mensen kaarsje. Het is echt niet normaal. Steeds fucking veel. En ik zweer het je. Met de update die er nu aankomt, denk ik persoonlijk dat er meer mensen straks kaarsje gaan spelen. Dan dat er op het hoogtepunt gespeeld hebben. Want die update wordt fucking vet. Er komen allemaal levels en die moet je doorheen. Dus het heeft er geen reden om te spelen. En je moet dan proberen van level 1 en level 5 te komen. Kaasje. De volgende stelling. Koen heeft alle lullen van de bankzitters gezien. Poeh, moet ik even nadenken. Ik heb zeker die van Roel gezien, maar Roel die slingert hem overal rond. Hè. Dat is niet normaal. Roel zit te slingen. Die huts! Die slingert hem echt overal rond. Even kijken, die van Rob heb ik zeker ook wel een keer gezien. Nou ja, ik heb een poging gedaan om hem te zien. Ik kon hem niet echt zien, want hij is natuurlijk een beetje... Wacht, ik ga even... Zo. Mensen, om aan alle onzekerheid een eind te maken, ik ga even naar Rob toe en ik ga even meten. Even kijken, ik ben zo terug. A few moments later. Mensen, daar ben ik weer. Ik moet zeggen, ik dacht dat het 2 was, maar dat is helemaal niet waar. In echt hele stijve toestand kom ik op bijna 4 centimeter. Nou, dat is helemaal niks mis mee. En de lul van Matt heb ik niet gezien en van Milo. Ja, weet ik niet. Misschien een keer zo open of zo. De volgende stelling is, Koen is nog maagd. Nee, vertel maar aan je moeder. De roddel is dat Koen een samenwerking met Sony aangaat om kaarsen op de PS4 te krijgen. Nou mensen, ik ga je wat tof vertellen. Dit is niet waar. Helaas. Het volgende gerucht. Koen, zijn eerste keer seks was met een jongen. Nee, dat was niet zo. Dat was de tweede keer. Nee. De volgende stelling is Koen heeft zijn vriendin ontmoet via Tinder. Mensen, dit klopt. Dit is inderdaad waar. Ik heb inderdaad mijn vriendin ontmoet via Tinder. Ja, ik was een beetje aan Tinder en toen had ze gedacht van, lekker wijf. Nou, zij dacht, lekker vent en veel geld. Met name dat laatste. Nou, en in ieder geval later hebben we een kind. Nee, dat is niet waar. Het volgende gerucht is van Nigel. En hij zegt, het gerucht gaat dat Koen meer briefjes heeft gedrukt dan euro's in zijn portemonnee. Nou, dan moet ik even kijken. Ik heb geen flauw idee hoeveel euro's in zijn portemonnee zitten. Ik zie al een briefje van 50 euro. En ik heb geen 50 briefjes gedrukt. Dus dit gerucht is niet waar. De volgende stelling is van Mike. En hij zegt, het gerucht gaat dat Koen meer buikhaar heeft dan hoofdhaar. Nou mensen, zien jullie mijn hoofdhaar en dan nu mijn buikhaar. Nou, dat valt echt... Nou, ik heb even gekeken, zelf valt een reuze mee. Ja, ik zal het even laten zien. Nou, dat valt echt reuze mee. Ja, hier zit wel een beetje hier zo. Maar voor de rest... Vind ik het reuze meevallen. Volgende rut is, heeft Joey Crack 9-11 veroorzaakt? Wat ga je nog meer in mijn schoenen schuiven, man? Huh? Heb ik 9-11 ook gedaan? Huh? Mensen, ja, het was Joey Crack. Hij heeft alles gedaan. Het was hem. Het volgende gerucht is dat ik een arrogante kwal. Punt. Ben. Zou ik je wat vertellen?
Nee, absoluut niet! Het gerucht is dat Roy en jij stiekem afspreken in de nacht. Ik denk dat hier gaat om Royalistic. Daar heb ik laatst wat over Royalistic voorbij zien komen, dat is ongekend. Die liet zijn kijkers geld doneren en dan mochten ze raden wie er in zijn FIFA-pack kwam. Als ze het goed hadden, dan verdubbelde hij het geld. Gert met 5 euro, speler van Everton. Adam Abba met 3 euro, Kanté van Frankrijk. Wacht. Nou, zij zitten er volgens mij ongeveer 2000 gouden spelers in FIFA. In een premium goud pack krijg je er 3. Even kijken, dan is de kans 1 op 666 dat Roy je geld verdubbelt. En de kans 665 van de 666 dat Roy jouw geld lekker houdt en er benzine voor koopt voor zijn RS7. Ik zag dat en ik dacht, what the fuck. Dus Roy, als je dit kijkt, luister, ik meme jou niet zo heel veel meer. Af en toe, omdat je gewoon, soms ben je wel lekker memebaar. Maar dit soort dingen moet je gewoon echt niet doen, want dit is gewoon echt pure oplichting. De volgende! Dat ik nooit sport. En dat klopt eigenlijk wel. Ik heb een tijdje met Roel echt veel gesport. Gaan naar de sportschool. Maar de laatste tijd weet je wel druk bezig met GameKoning.nl. Onder andere heb je controllers nodig. Ga naar GameKoning.nl. Of een FIFA of een Call of Duty Cold War bestellen. GameKoning.nl. Maar dus ik sport amper meer. Nou, eigenlijk helemaal niet. Volgende reactie is van Casper. Het gerucht gaat dat je super veel haatreacties krijgt onder je video, maar je verwijdert. Nou, Casper, heb je wat te vertellen? Als ik iets niet doe, is het wel haatreacties verwijderen, want dat interesseert me echt geen ene donder. Want als mensen lekker willen haten op mij, dan is dat hun goed recht. Ik snap het wel. Ja, ik begrijp het wel. Kijk, dat iemand als zegt, Koen, ik vind je echt video's maken, jongen. Hé, hey, boeien. Hé, hey, lekker man. Nee, maar ik krijg echt weinig haatreacties. Dus shout-out aan jullie, man. Hé, hey, ik doe een esto aan jullie allemaal. Iedereen die kijkt op dit moment, een kleine esto naar jou. Alle bankzitters krijgen eigenlijk geen haatreacties. Op bankzitters krijgen we ook nooit haatreacties. Ja, behalve als we mensen boos maken, als bijvoorbeeld andere YouTubers voor lul zetten, dan krijgen we soms reacties van die YouTuber kijken en zeggen, jullie zijn heel erg vervelend en... Nee, dat zeggen ze dan. En dan, wij janken natuurlijk even, maar daarna zijn we er wel weer gewoon bovenop. Nee, we krijgen bijna het haatjes, maar ik denk dat dat komt omdat wij gewoon eerlijk zijn met iedereen. En wij zeggen gewoon wat we vinden. Onze kijkers zijn natuurlijk over het algemeen fucking mafkezen, we zijn helemaal crazy. Nee, zijn we een beetje raar allemaal. En ik denk dat iedereen het wel waardeert dat wij gewoon zeggen wat we vinden, aangezien jullie dat ook doen. Dus, daarom hou ik van jullie en jullie van ons. En wisten jullie trouwens dat alle YouTubers, echt elke YouTuber die we ooit kennen, die zeggen van, oh jongen, bankjes, ik wou dat ik de kijkers had die jullie hebben, omdat jullie nooit zeiken en altijd lachen. En nergens om te zoeken. Dus ik shout out. Terug gaat dat Koen en Koen 2 de snelst groeiende kanalen van Nederland zijn. Nou, Koen was een tijdje inderdaad de snelste groeiende kanaal van Nederland. Ja, Koen 2 ook, maar dat was niet echt eerlijk. Want dat was 130k de maand of zo, 110k de maand. Maar dat telt natuurlijk niet echt. Want het was natuurlijk, ja, was een bullshit. Maar Koen was inderdaad een tijdje de snelst groeiende kanaal. Dat is nu niet meer het geval, maar dat kunnen we wel voor zorgen. Dus abonneer nu! Ik weet dat je het wil. Ik zie je kijken. Abonneer. Volgende is het gerucht gaat dat ze al jouw Tinder matches uit de Tinder video van de bankjes hebben gehaald. Omdat je te veel matches had, anders was zielig voor de rest. Ja! Dat is inderdaad wat er gebeurd is. Dat is... Lars, jongen, je hebt helemaal gelijk, jongen. Dat is absoluut wat er gebeurd is. Anders had ik het meeste matchen, dat wilde zij niet. Dus heb ik gezegd van, weet je wat, het is prima, jongen. Ik hoef ook niet zoveel matches. Ja, dat is gebeurd. Dat is wat er is gebeurd. Dat is gebeurd. Dat is wat er is gebeurd. Besef trouwens hoeveel gezeik we hebben, even serieus niet. Hoeveel gezeik we hebben gehad met die Tinder-view is niet normaal. Allemaal van die wijven zo. Man. En het laatste hoe doe je... Mijn vriendin heeft die dingen gemaakt. Je hebt net van, je hebt een lekker mokkel aangeslagen. En je hebt je vriendin via Tinder ontmoet. En als laatste doet ze, Koen heeft een vriendin. Het gerucht gaat dat Koen een vriendin heeft. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken in deze video. Vond je het leuk? Dus zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Volg mij op Instagram. Instagram is Koen. Ik zeg dankjewel voor het kijken. En adi, ossels. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.